Ik ben Martijn Oslander. Ik ben 45. Ik woon in Haarlem. Ik ben opgegroeid diep in de binnenlanden van Drenthe. In een heel klein schattig dorpje met 300 inwoners. Plattelandsjongen dus. Ik ben dit jaar 30 jaar ondernemer. En ik heb nog nooit een baan of een uitkering gehad. Daar ben ik nog trots op ook. Wie is er ooit begonnen met vakken vullen of met krantenwijken of afwas of zo? Ja. Dat betaalde waarschijnlijk niet zo heel goed, daarom ben je nu hier. En op mijn 15 had mij dat ook kunnen gebeuren, maar ik ben begonnen met ondernemen omdat ik bij de padvinders zat. Zitten de oudste padvinders in de zaal die daar ook voor uit durven komen? Ja, als er iets misgaat bij haar in de buurt blijven, want die kunnen alles, die padvinders. Top. Hoi, de camera. Ik kwam op mijn 15e, dat was midden eind jaren 80, achter dat wat wij zaterdags in het bos deden. Een rondje lopen door het bos, dat heet bij de padvinders hiken, en een vlot bouwen bij het kanaal. Als je daar 10 gulden voor vroeg, en er kwamen 100 man, en je noemde dat een personeelsuitje, had je 1000 gulden. Ja, dus als 100 man een tientje uitgeven om door het bos te lopen, heb je 1000 gulden. Dat was eind jaren 80 best veel geld. Ik weet niet of je dat nog weet, gulden tijdperk, maar mijn vader was aardrijkskunde leraar aan de MAVO. Die kreeg 2000 gulden, maar daarvoor moest hij wel helemaal naar zijn werk. Dus als je op je 15e in 2 uur tijd 1000 gulden krijgt met iets wat niet lijkt op werk, en je hebt ook geen investeringen voor nodig, dan, ja, als je Martijn-logica toepast, en ik ben Martijn, dus dat klopt, dan denk je, nou, dus het ergste wat mij ooit kan overkomen, is dat ik mensen het bos moet laten lopen. Nou, dat kan ik. Dus dat verandert je perspectief op geld, diploma's, carrière, allemaal dat soort zaken. Dat heeft heel veel voordelen gehad en een paar nadelen. En 2 jaar later kwam ik erachter hoe dat spelletje in elkaar zat. En kwam ik erachter dat kinderfeestjes, personeelsuitjes, familiedagen allemaal hetzelfde is. Alleen dat noem je dan anders, dat maak je dan duurder. Daar bleek in de management literatuur woorden voor te bestaan, maar die kende ik helemaal niet. Ik deed gewoon prijsdifferentiatie en cross-selling. En op mijn 17e runde ik van achteruit de klas, eind jaren 80, een buitensportcentrum en had ik 60 man aan het werk. Dit was het tijdperk dat we nog geen internet hadden, geen mobiele telefonie. Dus 60 man aansturen zonder enige ervaring en die groepenmarkt bedienen. In de tijd van een 5¼-inch floppy disk, dat is wel een dingetje. En in één keer kregen we op school een kopieerapparaat. En dat bespaarde me heel veel gedoe, want ik moest al die routebeschrijving voor de groep in het weekend met de hand overtekenen en overtrekken. Toen kregen we op school een kopieerapparaat en dat bespaarde heel veel tijd. Toen dacht ik, yo, technologie. Ik heb net ademloos zitten luisteren naar die meneer. Ik denk dat ik ongeveer 10% begrepen heb. Dus ik heb 2 linkerhanden. Ik kan niet programmeren. Maar ik heb wel door mijn achtergrond geleerd hoe ik technologie voor me kan laten werken. Dus hoe kan ik meer doen in minder tijd? Met minder stress, tegen lagere kosten, met meer impact. Daar heb ik echt een extra zintuig voor ontwikkeld door die achtergrond. Dat bedrijfje liep helemaal uit de hand. Op een gegeven moment had ik de hele markt in handen. Op mijn 27e probeerde ik dat bedrijf te verkopen en dat ging helemaal mis. Wie is wel eens bang dat je, als je iets wat je echt wil gaan doen, dat je dat niet doet omdat je bang bent dat je alles kwijtraakt en het misgaat? Ja. Heb ik dus geprobeerd en wat heb ik ontdekt? Jullie wonen allemaal in Nederland, denk ik. Goed nieuws voor iedereen. Ik heb het getoetst. Op mijn 27e probeerde ik mijn bedrijf te verkopen. Dat ging helemaal mis. Ik had iemand van KPMG erbij gehaald. Geen goed idee, ook toen al niet. En ik eindigde met -3 ton in guldens. Bank verbijsterd, belastingdienst in de war, mijn ouders boos. Dorp ook in de war, kleine dorpsgemeenschap, geen goed idee. Maar ik had -3 ton op mijn rekening in guldens, dus viel nog een beetje mee. Maar de grap was, in Nederland, dat heb ik dus ontdekt, in Nederland, als je niet verslaafd bent aan drugs en je bent niet psychotisch, dan valt het eigenlijk wel mee. Dus als je alles kwijtraakt, don't worry. Dat is zo'n dingetje, dan moet je een keer meemaken en dan ga je echt belangrijke keuzes maken. Want tot die tijd ga je gewoon vanuit gewoonte doen wat we allemaal vanuit gewoonte doen, want we zijn gewoontedieren. Maar ik heb dat dus meegemaakt, alles kwijt. En dat is een interessante situatie om in terecht te komen. Want als je alles kwijtraakt wat je hebt, dan kan er niet zo heel veel meer misgaan. Want daar ben je dan al, zeg maar. En dan kan in één keer alles. Dat is een perspectief kwestie, maar dat is wel op dat moment het meest aantrekkelijke perspectief. En toen ben ik het meest onwaarschijnlijke gaan doen wat je in dat scenario had kunnen doen. Want als je alles kwijtraakt, moet je dus niet in een hoekje gaan liggen huilen. Dat is even prima, maar dat moet je niet te lang doen, want dat is geen hele handige strategie. Dus ik dacht, ja, hoe los ik dit nou op? Nou, ik wist het ook niet. En toen ben ik het meest onwaarschijnlijke gaan doen. Ik kom namelijk uit Borger, waar het grote hunebed staat. Wie heeft er wel eens een hunebed gezien in het echt? Ja, ik ga zo over op technologie, don't worry, met het bruggetje moet even. Hoe lang heb je dat volgehouden om ernaar te kijken, toen jij je eerst in de bed zag? 10 minuten. 10 minuten, dat is echt heel lang. We hebben in Nederland 54 hunebedden. De meeste staan in Drenthe. Het grootste staat in Borgen.
Hunebedden zijn ouder dan Stonehenge. Kun je ook zien. Bij Stonehenge zeiden ze, nou, zoiets, maar dan mooi. Dus hebben ze gewoon verbeterd. En het is gewoon een stapel stenen. Maar er komen ongeveer 200.000 bezoekers per jaar naar die hunebedden kijken met, oh wauw, de hunebedden, gaaf. Dus, en dan gaan ze weer weg. Zo van afgevingerd gezien. En dan gaan ze weer wat leuks doen. Want het is op zich redelijk saai. Tenzij je bezig bent met archeologie, maar dat, de meesten zijn dat niet. Of dat je bezig bent met spiritualiteit en leilijnen. Die lopen eronder, maar dat vinden de meeste mensen ook niet zo boeiend. Als je er alleen gelooft. En voor de rest is het gewoon een stapel stenen. En ik was alles kwijt en ik had tijd over, dus ik was Discovery aan het kijken, National Geographic, want zo ging dat in 2000. En toen zag ik dat ze Stonehenge aan het nabouwen waren en de piramides. En er was een hele discussie in Drenthe over hoe hebben ze nou die hunebedden gebouwd en moeten we niet af van het hunebeddenimago. En toen dacht ik, op een soort Drenthe-Rotterdamse manier van, ah, niet lullen, maar poetsen. Heb ik nog nooit gedaan, dus dan kan ik vast. Ik besloot een hunebed gaan bouwen. Het grootste hunebed ooit. Ik denk, ja, ga je maar één keer doen, dus doen we gelijk goed. Ik heb toch niks te doen, houd me van de straat. Ik ga het grootste hunebed ooit bouwen, met de hand. In 16 dagen tijd. Met alleen maar touw, palen en stenen. Want ik had padvinderservaring. Ik denk, nou ja, volgens mij, als het touw stevig genoeg is en het zit er goed strak omheen en je trekt er hard genoeg aan met genoeg mensen, komt die heus wel in beweging. Dat was een soort logica. 2 jaar later had ik 1 miljoen bij elkaar. En kwamen er 14.000 man even helpen om het grootste hunebed ever te bouwen met de hand in 16 dagen tijd. Ik vertel het, want als je eenmaal zoiets gedaan hebt, is er geen weg terug. Er komt de komende maand een boek over uit, over hoe bouw je een hunebed. En van dit project heb ik geleerd hoe het niet moet, hoe je om bureaucratie heen moet. Dus bijna alles wat ik daarna ben gaan doen, dat komt zo, life hacking, permanent beta, nooit af, easycratie, is ontstaan vanuit dat maffe hunebeddenproject. En pas 18 jaar later ben ik eraan toe om dat verhaal te vertellen. Er komt een leuk boek over uit. Al mijn boeken kun je gratis downloaden, dus die hoef je niet te kopen zonder van je geld. Ik word liever gelezen dan verkocht. En het hunebed was klaar en toen dacht ik, ja, wat zou ik nou eens gaan doen? Dat weet ik nog steeds niet. En toen vroeg iemand of ik een lezing wilde geven over hoe ik dat geflikt had. Wie van jullie vindt het niet per se heel cool en comfortabel om in je eentje, onbeschermd, zonder wapens, tegenover een grote groep mensen met misschien wel een andere mening te staan? Ja, dat is volstrekt normaal, don't worry. De meeste mensen die het afgelopen 10.000 jaar gedaan hebben, die zijn er niet meer. Die zijn vermoord. Ja, en dat is op zich niet erg, je moet ergens dood aan gaan, maar die hebben dus ook geen kindertjes kunnen maken. Dus in de genenpool zijn die luiden uitgefilterd. Dus wij zijn geprogrammeerd om dit vooral niet te doen. Daarom staat dit doen ook in de top 5 van doodsangsten van mensen. Dat had ik dus ook. En ik moest een lezing geven en ik heb het gepresteerd om bij mijn eerste lezing ever flauw te vallen voor een volle zaal. Ik had 700 man in de zaal en toen werd ik buiten wakker. Dat was echt een hele rare ervaring. Je bent ergens en even later ben je heel ergens anders. En dat tussenstuk helemaal weg. En geen teleportatie of zo. Hè? Gewoon, huh? Oh, oké. Toen had ik kunnen bedenken, nou, dit is dus niks voor mij. Gelukkig bedacht ik, hoe groot is de kans dat me dit nog een keer gebeurt? Nou, dat is niet zo groot meer. Dan hoef ik alleen af en toe te kotsen van tevoren, maar vandaag viel het mee. Ik ben een paar duizend lezingen verder, dus het gaat helemaal goed. Maar waarom vertel je dit? Ik kwam erachter, mensen bleven maar bellen, omdat ze heel nieuwsgierig waren naar van, goh Martijn, hoe heb jij nou technologie ingezet om jouw schaarse tijd te leveragen? Dus hoe doe je dat met mensen, met organisaties en organiseren en met technologie? En toen ben ik me daar wat verder in gaan verdiepen. Want ik denk, ja, ze bellen steeds, moet ik er ook meer van weten. Ik kom erbij. En toen heb ik met Frank Meeuwis een website opgericht die jullie denk ik in deze scene wel kennen. Lifehacking.nl. Ken je dat? Ja. Nou, die heb ik opgericht in 2007. Het was een initiatief oorspronkelijk van Danny O'Brien, een Engelse internetjournalist die erachter kwam dat er een hele grote groep programmeurs was. Die waren effectiever, productiever, hadden mooiere, schonere code, zoals het mooi heet, dan die lui die chagrijnig waren en heel veel fouten maken. En die hadden allemaal stress. Hij dacht, hè? Wat gek, dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. En die lifehackers, zoals hij ze noemde, die waren eigenlijk de hele dag bezig op metaniveau na te denken over, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Kan het niet wat slimmer, sneller, beter, makkelijker, liever, goedkoper of gratis? Die hadden daar een soort wedstrijdje van gemaakt met zichzelf en met elkaar. En die waren vooral ook die kennis over hoe je dat kan doen met elkaar aan het delen. Wie van jullie, ja, ik ben heel benieuwd, ik vraag het altijd, maar in deze scene is het wat anders, denk ik. Wie gebruikt Outlook? Oh, dat is heel weinig. Oké, leuk. Wie van die mensen die Outlook gebruikt, kijkt minimaal 1 keer per maand op een website over hoe je slimmer kan werken met Outlook? Eentje. Nou, normaal ben ik op plekken waar ze wat minder technisch zijn. Mijn waarneming is dat 5 miljoen kenniswerkers in Nederland de computer als een moderne typemachine gebruiken. Je niet verdiepen in digitale vaardigheden, dat is het moderne equivalent van een boom proberen om te hakken met een botte bijl en het verdomme om dat ding even te slijpen.
Ik ben inmiddels zover dat ik ervan overtuigd ben dat we niet eens weten wat kenniswerk is. Wie van jullie s'avonds om 8 uur s'avonds productiever en energieker dan 's ochtends om 8 uur? Ja, dat is gemiddeld 1/3 van de Nederlandse kenniswerkers. Als je dan bedenkt dat de loonsom in elke organisatie de grootste kostencomponent is, dan zet je dus 1/3 van je grootste budget in op het moment dat ze het minst van waarde zijn. Nou, we hebben allemaal geweldige mensen en die zetten we dan 's ochtends aan het werk. Top idee, die lui veroorzaken de file. Als je 1/3 van de auto's uit de file haalt, zijn er geen files meer. Ik was daar bij een gemeente, toen vroeg ik aan die zaal, van stel je komt op je werk, je kijkt even om je heen wat ongeveer moet gebeuren. En je denkt, nou interessant, ja leuk, nou, dat is ook mooi weer. Dus, het was bij de gemeente Heemstede, dus dan zit je vlak bij het strand. Stel nou dat je dan om 9 uur denkt, oké, dit moet er gebeuren. En je gaat om 9:30 achter je computer zitten en je bedenkt even, ik krijg ongeveer 20 euro per uur in dit baantje. Dus aan het eind van de dag heb ik 20 keer 8, dus 160, ja, 160 euro te pakken. Daar kan ik wel wat van missen, want ik wil ook een leuke dag hebben. En je gaat naar Fiverr en naar een paar andere platforms en je deelt wat van je werk, delegeer je naar Delhi, naar Berlijn, Oost-Groningen. En je denkt, zo, prachtig. Mooi weer, ik ga wandelen, dat is goed voor me. Moet je hoofd een beetje leegmaken. En je wandelt lekker door de natuur, zo naar het strand. En je denkt, nou wat leuk, even een bakje doen. Lekker zonnetje, even een beetje tukkie doen. En je wordt wakker, had wel de wekker gezet. En je denkt, nou, nog maar even wat gaan doen. En je wandelt lekker weer terug naar je werk. En om 4 uur log je in. En dan kijk je even wat al die lui gedaan hebben. Ja, goed, 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 betaal, 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 betaal. Oh, jammer, doe ik zelf wel. En dan zeg je zo rond 4 uur tegen je collega's en je baas. Alsjeblieft, tot morgen, doeg. Wie vindt dit eigenlijk niet oké? Ja, maar dat is gewoon een paradigma. Kennen jullie de hiërarchie van meningen? Oké, die bestaat. Er bestaat een hiërarchie van meningen. Dat is handig voor de rest van het verhaal, want dit was nog maar de inleiding. In de hiërarchie van meningen heb je helemaal onderaan zo, heb je de aanname. Die kennen we allemaal. Je doet een aanname, je krijgt nieuwe informatie. Je denkt, hé, ik dacht dat het anders zat. Nou, oké, aannames, easy peasy. Boven de aanname heb je de mening. Nou, daar zijn er veel te veel van. Je hebt ook heel veel verschillende, dat is allemaal gedoe. Iemand zijn mening veranderen. Dat is echt veel ingewikkelder dan aanname veranderen. Als je iemands mening wil veranderen, moet je manipuleren, charmeren, argumenten hebben, even doorzetten, volhouden. Dat is een hoop gedoe. Maar boven de mening, in die hiërarchie van meningen, heb je er nog eentje. En dat is de overtuiging. Levensgevaarlijk spul. Een overtuiging, dat is een mening met emoties eraan vast. Nou, daar moet je niet aankomen. Dat is levensgevaarlijk. Dan krijg je allemaal gedoe. Maar er is er nog één. Wie weet wat de absolute topdog is in de hiërarchie van meningen? Geloof? Nee. Dogma? Nee. Waarde? Nee. Nee, het is het paradigma. Het paradigma. Het paradigma is zeg maar zo'n rotsvaste overtuiging. Bijvoorbeeld van heel veel kenniswerkers dat je Outlook moet gebruiken. Ja, nee. Dat is e-mail. Ja, die weten niet dat er nog andere dingetjes kunnen. Een paradigma is zo'n rotsvaste overtuiging, dat als je zegt van, als die het loslaat, valt het. Ja, check. Moet je niet zeggen dat het niet zo is, want ja, we hebben eenmaal zwaartekracht. Dat is een paradigma. Nou, wat ik ga doen is goochelen met paradigma's. En waar we het net even aan raakten, van wat is nou eigenlijk werk? Dat is ook maar een paradigma. Hoezo zou je van 9 tot 5 in een gebouw moeten gaan zitten, waar je over 5 jaar mag doen wat je nu al kan. En om 5% van je mission critical data te beveiligen, zet je 100% op slot, waardoor je werk niet meer kan doen. En hoezo moet je werk zelf doen? Wat je ook van plan bent te doen, het is altijd iemand die het leuker vindt dan jij, beter kan, tijd over heeft, hartstikke leuk vindt om te helpen. Maar ja, moet je het wel even vragen. Ken jullie de hashtag durf te vragen? Die heb ik ooit bedacht. Uit luiheid. Ik dacht, ik kan dit wel gaan googlen, maar als ik het even op Twitter vraag, is er vast wel iemand die het weet. Nou, wat heb ik ontdekt? Mensen vinden het ongelooflijk leuk om te helpen. Onder 3 omstandigheden. Als het geen enkele moeite kost, gaan mensen echt zo helpen. Oh ja hoor, geen probleem. Dat doen mensen, de meeste mensen doen dat by default. En laat je dat niet doen, dat zijn gewoon eikels. Of als het is met iets wat je heel leuk vindt. Als je iets heel leuk vindt, dan vind je het ook leuk om te helpen. Oh, dat vind ik leuk, mag ik helpen? Yeah. Iets met je ego of zo. Of als je ergens heel erg verschrikkelijk goed in bent. En voor die mensen denken, nee, heus niet. Stel je nou voor dat ik hier ga bekennen dat ik al 2 jaar loop te ploeteren in mijn vrije tijd op een heel moeilijk vraagstuk waar ik echt niet uitkom. Echt, al mijn tijd gaat erin, de hele wereld afgestruind, ik kom er gewoon niet uit. En een van jullie hier denkt, ik weet het. Dan kun je toch niet de neiging onderdrukken om te zeggen, ik weet het. Dan word je toch blij van die idee, ja, ik weet het, ik ga even helpen. De meeste mensen hebben die emotie. En als je dat even goed in je systeem weet te krijgen, dan is het dus zo dat elke vraag die je niet stelt aan een ander,
daarmee ontneem je de ander de kans om blij te worden van het feit dat hij jou had kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet lief. Nou, als je dit even loslaat op wat is nou eigenlijk werk en wat is nou eigenlijk kenniswerk, dan ziet de wereld er in één keer heel anders uit. Ik ben inmiddels trouwens na dat lifehacking iets interessants op het spoor. Ik ben op het spoor dat we volgens mij een afslag gemist hebben. Volgens mij, misschien is het een open deur voor de meesten, volgens mij leven we in een kennissamenleving, in een kenniseconomie, hebben 5 miljoen kenniswerkers, maar we weten helemaal niet wat kenniswerk is. Wat nou als dat waar is? Wat nou als we niet weten wat kenniswerk is? Want volgens mij zijn alle organisatorische mechanismes die we nu gebruiken, in elk geval de hiërarchische hark, gebaseerd op werken met je handen. Je kunt helemaal niet 8 uur per dag achter elkaar met je hoofd werken. Je kunt wel doen alsof, doet ook iedereen helemaal niet erg, maar het is gewoon een toneelstuk. We weten domweg te weinig van hoe het brein werkt. En hoe kenniswerk in elkaar zit. Voor mij is kenniswerk, er is nog geen definitie, dus mag je eigen verzinnen. Volgens mij is kenniswerk de hele dag jongleren met snippets met informatie. Blokjes informatie, stukje code, stukje geolocatie, een mailtje, een gedachte, een wens, een stukje in de krant, ergens ophef over. Al die shit bij elkaar en die puzzel je als kenniswerker om een probleem op te lossen, een kans te verzilveren of Mission Impossible aan te gaan. Volgens mij is dat kenniswerk. En als je er dieper over nadenkt, dan is de manier waarop wij organisaties inrichten om met onze schaarse, waardevolle kenniswerkers om te gaan niet zo handig. En dan hebben we ook nog digitale vaardigheden en tools erbij gekregen. De meeste van de 5 miljoen kenniswerkers, zei het al, gebruiken de computer als een moderne typemachine. Wie heeft een Mac eigenlijk? Wie van die mensen gebruikt programma's als Text Expander om te tovertypen en zo? Yo, oké. Okay. Nou, ik ga maar even klimmen. Dat heb ik nu wel verdiend. Ik ga jullie heel veel tijd besparen en geld. Echt sowieso. Ik dacht, dat weten ze hier allemaal wel. Goed, tovertype. Wie van jullie is er actief op LinkedIn? Oké. Okay. En wie krijgt wel eens een uitnodiging op LinkedIn van iemand die je niet kent, maar ze zeggen er ook niet bij wat ze van je willen? Ja. Ik heb dat ongeveer 60 keer per dag, maar dat is het nadeel van dit werk doen. Dan denkt iedereen, oh joh. Oké, okay. Wie accepteert iedereen op LinkedIn die jou uitnodigt? Dat is toch een beetje sletterig, hè? Het werkt wel, maar dat je denkt, nou, een beetje gek. En wie weigert iedereen? Wie gaan die daar acute prullenbak in? En wie doet een tussenweg? Ja, nou als je die tussenweg, wat ik denk de goede weg is, als je dat 60 keer per dag moet doen, dan word je gek. Dus hoe los ik dat op? Dat doe ik ongeveer 1 keer per dag, 1,5 minuut. Dat moet niet op werk gaan lijken. Ik heb een programmaatje op mijn computer, Text Expander, en daarmee kan ik tekst programmeren. Wij noemen het tovertype. En het werkt als volgt, ik ga naar LinkedIn en ik zie al die invites van allemaal lui die zeggen, nou, zullen we vriendjes worden? En ik denk, ja, ken je niet? Ik zeg dan, hoi Erik. En dan doe ik 2 toetsaanslagen en bam, staat er in 1 keer, dank voor je invite, wat leuk dat je aan me denkt. Volgens mij weet ik even niet meer wie je bent, help even. Hartelijkste groet, Martijn. En dan druk ik op verzend. Maar vanwege spiergeheugen ga ik naar, hoi Angelique, bam bam, hoi Erik, hoi Johan. Dus ik hoef alleen mijn voornaam te typen, dat kan ik automatiseren, maar ik kan niet programmeren, dus verder dan dit kom ik nog niet. Maar ik kan dus ongeveer 60 van die uitnodigingen in 1,5 minuut beantwoorden. Omdat ik kan tovertypen en die hele tekst in 1 keer tevoorschijn komt. 1/3 van de lui reageert nooit. Nou, te gek, daar hoef je dus niks mee, dan niet. En 2/3 reageert wel met, ja, ik was bij een lezing, vond het helemaal ruk, maar om dat nou plenair te zeggen, vond ik een beetje sneu, dus bij deze, of zullen we wat leuks doen. Dit programmaatje kost €15. En, je kunt de tekst, plaatjes, linkjes mee automatiseren. En omdat het software is, kan je uitrekenen hoeveel tijd je bespaart. Ik bespaar met dit programmaatje van €15 40 uur per jaar. Ik weet niet hoeveel weken jullie vakantie hebben per jaar, hoeveel declareerbare uren jullie hebben, maar 40 uur per jaar is best veel. Dus ik bespaar 40 uur per jaar met een heel klein lullig programmaatje. Als 5 miljoen kenniswerkers in Nederland 40 uur per jaar besparen, dan hebben we 200 miljoen manuren vrijgespeeld in Nederland met maar 1 tool. 200 miljoen manuren is hoeveel werkt er in de hele Wikipedia ongeveer zit tot nu toe. En ik gebruik niet eens zo'n strategie, ik heb er 100. En alle strategieën die ik gebruik om mijn kenniswerk goed te kunnen doen, die deel ik gratis via video's, in boeken, met alle buddies op lifehacking.nl. Maar goed, na al die jaren dacht ik, dit schiet niet op.
Toen werden we heel slecht gekopieerd. Misschien kennen jullie dat. KPN en Microsoft dachten, yo, handel. Die hebben toen een hele slechte rip-off bedacht van lifehacking. Dat heet het nieuwe werken. Misschien ken je dat. Nieuwe werken is gewoon nieuwe werkplekken. Dus, je huurt minder kantoorruimte. Dat is een kostenoverweging. Daarom krijg je het er ook doorheen. En dan huur je iemand in die hup en meubeltjes en kleurtjes doet. En dan zeg je tegen iedereen, je kunt ook thuis werken hoor. Dat kon al lang, maar dat heeft geen zak te maken met zo'n hefboom zitten op jouw schaarse tijd op deze planeet. Nou, ik was een beetje klaar met het lifehack. Ik denk, dit schiet niet op, Nederlanders willen niet, ik ga wel wat anders doen. En toen kwam ik erachter dat de meeste vraagstukken in deze tijd in de kern bureaucratisch van aard zijn. Zorg, onderwijs, duurzaamheid, kennis is er, informatie is er, ideeën zijn er, oplossingen zijn er, technologie is er ertussen, bureaucratie. Ik ben niet tegen bureaucratie, alleen we hebben er te veel van. En binnen de bureaucratie heb je een geheim elitekorps. Die hebben een bijnaam. De hindermacht. Die kun je niet vinden, zo geheim zijn ze, maar ze vertragen de boel wel. Je kunt ze soms herkennen aan de volgende uitspraak. Zet maar wat op papier. Misschien ken je dat? Zet maar wat op papier. En die hindermacht die gebruikt twee tools om dingen te saboteren en te vertragen, om redenen die ze niet bij vertellen. Die twee tools die heten geld, ook wel budget geheten, en papier. En die zijn met elkaar getrouwd. Probeer maar eens heel veel budget te krijgen. Dan zegt iemand, zet maar wat op papier. En als je heel veel budget wil, moet je heel veel papier maken. Voor je het weet willen ze erover praten met je. Dat heet vergaderen. En als je nu uitkijkt, ben je een half jaar verder. Heb je allemaal aannames op elkaar gestapeld die je niet getoetst hebt. Je hebt niks geleerd in het echt. En in één keer is een reorganisatie, budget is op of je baas is weg. Dit is de harde realiteit van veel miljoenen Nederlanders. Nou heb ik een leuk spelletje bedacht met Erwin Witteveen samen. En dat heet Hinder de Hindermacht. Nou, wat hebben wij geleerd? Als er iets is waar die lui niet zo goed tegen kunnen, is als je dingen niet op papier zet. Ook niet digitaal, maar als er nergens een woord staat waar je naar kan wijzen. Van kijk nou, dus gewoon zorg dat het niet bestaat. En twee, gebruik er geen geld voor. Dan kunnen ze de geldkraan niet open of dicht draaien om te manipuleren. Dit was 20 jaar geleden een soort mallepietje verhaal. Maar de grap is, de harde werkelijkheid is dat de technologie ons gebracht heeft op een plek dat je niet langer geld of papier nodig hebt om snel grootschalig dingen in beweging te krijgen. En dat is de werkelijkheid aan het veranderen. En dat is einde oefening van een groot deel van onze organisaties. Yo, dat is het echte verhaal. Daarvoor kwam ik hier. Ik schreef EasyCratie met Erwin in 2009. Dat was de opkomst van social media. En aan het begin van social media zei iedereen over Twitter, wat een bullshit. Waarom zou ik willen weten dat iemand naar de wc gaat? Daar heb je toch niks aan? En toen dacht ik, ja dat klopt, maar dit is nog wat anders. Achter de horizon zagen Erwin en ik dat social media niet alleen een communicatiezendinstrument is, maar ook een tool waarmee je zo'n hefboom zet op het zelforganiserend vermogen van groepen individuen, ongeacht hun strategische agenda. Je had niet langer organisaties nodig om iets georganiseerd te krijgen. En nou, we hebben een heel boek over gemaakt. Again, kun je gratis downloaden. En jullie krijgen als het goed is net allemaal linkjes toegestuurd met alles wat ik net verteld heb. Het verifieerbaar en aanklikbaar schildje weer zoeken en opschrijven. Dat is ook een lifehack. En in het boek beschreven een casus die vrij snel daarna uitkwam. In Haren, bij Groningen, werd Mitte 16. En die riep op Facebook, hoi, ik ben binnenkort jarig, komen jullie op mijn feestje? Alleen ze hadden verkeerde knopjes aangeklikt. En toen zeiden 30.000 man, yo, vet, gaan we doen, Project X. Ik kom uit het noorden, ik ken Haren vrij goed, daar gebeurt nooit iets. Dat waren eigenlijk Hoek van Holland-achtige tafereelen. Dat daar niemand overleden is, is echt een godswonde. Hele traumatische ervaring voor de dorpsgemeenschap. Maar wat gebeurde er? Het gemeentebestuur gaf de ambtenaren de opdracht om de straatnaambordjes van de palen af te schroeven in het dorp Haren. Vanuit een soort logica, ja, we halen de bordjes weg, de meeste lui zijn hier nooit geweest. Nou, dat kun je niet vinden, tada! Ja, maar het is wel echt gebeurd, dus het is eigenlijk heel sneu. En toen kwam Job Cohen, en dat vind ik een prima kerel, maar die moest eerst bij ons op Facebook les om te snappen wat hij überhaupt moest gaan onderzoeken. En toen werd mij een kloof duidelijk tussen de politiek-bestuurlijke werkelijkheid, waarin alles klopt, compliance, wet en regelgeving, beleid, niemand heeft een fout gemaakt, zeg maar operatie geslaagd, patiënt overleden, want het is ook nog een maatschappelijk-technologische werkelijkheid. En die politiek-bestuurlijke werkelijkheid en die maatschappelijk-technologische werkelijkheid, die stelt ons op de proef als samenleving en die daagt ons ook uit. Het is net wat er net gebeurd is met geen pijl. Ik weet niet, zitten er regures in de zaal die er ook voor uit durven komen? Dankjewel. Namens Bart, ik zie hem vanmiddag. Er is iets heel gaafs gebeurd rondom het referendum. Een tijdje geleden bij geen pijl. Die geen pijl heeft een reputatie en daar mag je van vinden wat je vindt. Maar de achterban van geen pijl, die noemen ze regures, een soort geuzennaam. En die heb je in drie soorten. Hele domme, kun je zien aan taalgebruik. Gewone, heb je niet zoveel last van, en superslimme, zoals hij. Dat zijn de ergste.
En die zitten dan al die comments te doen, hele verhalen te typen. En die noemen ze ook wel boze burgers. Maar als je het perspectief verandert, dan zijn het eigenlijk betrokken burgers die dachten, nou, ze luisteren nergens, dan doe ik het hier wel. Super logisch. Wat is er nou gebeurd? Twee van die superslimme betrokken reaguurders van Geen Stijl, die hebben in 2 weken tijd code geschreven waarmee je online, beveiligd, rechtsgeldig, binnen 2 minuten met je muis of je vinger een handtekening kan zetten onder een officieel overheidsdocument. Holy fuck. Als we dat Capgemini, Ordina, al die andere boeven gevraagd hadden, dan had het 40 miljoen gekost. 3 jaar geduurd, had nog steeds niet gewerkt. En wat hebben die 2 front- en back-end developers gedaan? Die dachten, nou, dat is super vet. Dus we zetten de code wel even op GitHub, zodat iedereen die een referendum wil organiseren, zoals de donorreferendum, even klik-klak klaar dat kan gebruiken. Top idee. Nou, dit is ook wat ik noem politiek-bestuurlijke werkelijkheid, maatschappelijk-technologische werkelijkheid. We geven in dit land miljarden uit aan dingen die we gratis kunnen krijgen. Nou, dat boek, leuk, 2010. Nog één leuk voorbeeld. Wie heeft er van jullie kinderen in het basisonderwijs? Wie heeft al last gehad van die staking? Oké, en wie heeft een serieus probleem als er een week achter elkaar gestaakt wordt? Ja, waarmee gelijk de belangrijkste functie van het basisonderwijs in Nederland is aangetoond. Belangrijkste functie van onderwijs in Nederland, van scholen, ik ben trouwens voor scholen, is kinderopvang. Top idee, werkt geweldig. Ik heb een dochtertje van 3. En die zat bij ons aan tafel vorige week. En we waren met eieren bezig. En die zegt, je moet even 2 kanten een gaatje in dat eitje prikken, papa. En dan, moet je blazen. En wij kijken elkaar aan zo thuis. Doen ze dat bij jou op de crash? Nee. Heb ik geleerd van Connie. En wij kijken elkaar aan. Connie, hebben we iets gemist? Een nieuw vriendinnetje of zo? Connie woont op Netflix. Dus ik ben echt verbaasd hoeveel mijn kind van 3 kan door naar series te kijken en hoeveel ze ervan oppikken. Dus leren doen ze overal en scholen zijn lang niet meer het exclusieve domein. Dus kinderopvang is de belangrijkste functie van scholen, want als dat misgaat, ja, dan moet een van die 2 ouders thuis blijven. Dan kun je die tophypotheek niet meer betalen, stort het land in. Dus dat is echt belangrijk. School heeft nog 2 functies trouwens. Socialisatie, handig dat ze met andere kindertjes leren omgaan, ook verschillende en zo, is goed voor iedereen. En een beetje klaarmaken voor de samenleving, dus maatschappijleer. En er was nog iets met leren en klaarstomen voor de arbeidsmarkt, maar die laatste 2, forget about it. Nou komt het. Is er nog iemand in deze zaal toevallig lid van een vakbond? Nee, eentje. Gelijk opzeggen, is echt een zware overpriced restbijstandsverzekering en je houdt ze in stand en dan moet zo snel mogelijk kapot. Wat gebeurde er? 3 basisschoolleraren kwamen erachter dat ze structureel slechter betaald werden dan mensen in het voortgezet onderwijs. En toen zeiden ze, dat is eigenlijk niet eerlijk. Wij hebben al die ADHD'ers en al die zeurouders, dat ken je van de luizenmoeder. Vakbond, ga eens wat doen. Maar die reageerden niet, die waren te druk met vergaderen. En toen zeiden ze heel hard, ga eens wat doen. Ja, oké, maar dat deden ze dan niet. Nog een dingetje van de vakbond. En toen dachten ze, dit schiet niet op. Dus die gingen naar Facebook. En ja, misschien weet je dat niet, maar op Facebook heb je ook groepen. 3 smaakjes. Geheime groepen. Die kun je niet vinden, want die zijn geheim. Besloten groepen. Moet je op de deur kloppen, hopen dat ze open doen. Als je lief bent, mag je blijven. En openbare groepen, maar dit is even niet relevant. Die 3 leraren die gingen zonder vergadering, zonder een visiedocument en zonder budget, klik-klak klaar in 2 minuten een besloten groep maken. Hekje PO, primair onderwijs, in actie. En die zeiden toen tegen alle andere leraren, zeg, vinden jullie ook niet dat het stom is dat wij minder krijgen? Ja, vinden wij ook stom. Kom je in onze groep? Ja, leuk, gezellig. Toen hadden ze in een maand tijd 45.000 lui in die groep. En toen zeiden ze, zijn jullie ook boos? Ja, wij zijn ook boos. Zullen we gaan staken? Ja, top idee. Op die datum? Nee, dat kan ik niet. Ja, is goed. Hadden ze een datum. En toen zeiden ze, nou, we gaan op die datum staken. Maar toen zei iedereen, de vakbond, ja, maar wacht even, dat gaat zomaar niet. En toen zeiden ze, nou en? En toen gingen ze staken. En toen hadden ze een maand later 700 miljoen bij het kabinet geregeld. Ik vind dat een hoop geld. Die vakbonden helemaal, holy fuck, wat gebeurt hier nou? Heb je geen vakbond nodig om zoiets te fixen? Oh shit. En het leuke is, toen zeiden ze ook nog, ja leuk die 700 miljoen, dankjewel, maar dat is veel te weinig. We willen nog meer, we gaan lekker door. De geest is uit de fles, die gaat niet terug. Dit was 15 jaar geleden gods onmogelijk. Dit is wat wij voorzagen in het boek Easycratie. Je kunt social media gebruiken als een zelforganisatietool. En je hebt niet langer organisaties, gebouwen, budgetten nodig om snel grootschalig iets in beweging te krijgen. Ik heb me vorige week hard gemaakt voor het raadgevende referendum wat ze dreigen te vermoorden. Voor de lui die dat ontgaan is. De enige democratische tool die wij hebben qua Den Haag is 1 keer in de 4 jaar stemmen. Tenzij ze de boel verprutsen, mogen we tussendoor nog een keer. Meestal als je gaat stemmen, dan
stem je op een partij die niet de meeste stemmen heeft. Dat is gemiddeld altijd zo ongeveer. En, maar die hebben te weinig stemmen, dus die gaan dan met andere coalitie vormen. Dat mislukt een paar keer, dus dat duurt nog langer. Op een gegeven moment zeg je, nou oké, ga maar regeren dan. Moet toch ook, ja, het land moet ook geregeerd worden. Maar heel soms, dan doen ze iets, of heel vaak, dat is een perspectiefkwestie. Dan doen ze daar in Den Haag iets waarvan je denkt, yo, wait a minute. Dat was even niet de bedoeling toen ik op jullie ging stemmen. Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Maar die luisteren dan niet. En we hebben nu een wet op het raadgevend referendum. En dan mag je tussendoor even zeggen wat je ervan vindt. Dat werkt als volgt. Yo, Den Haag, dit is geen goed idee. Hier moeten we het over hebben. Dan blijft het stil. Dan roep je heel hard. We moeten het erover hebben, hoor. Dan zeg je, oké. Nou, als 10.000 mensen het ook vinden binnen een maand, dan willen we wel kijken of daarna mag je dan 300.000 handtekeningen verzamelen. En als je dat dan lukt, dan gaan we het erover hebben. En daarna hebben we een referendum. En dat mogen ze naast zich neerleggen. Maar ik vind het idee dat we tegen de regering kunnen zeggen, hey, moeten we het hier niet even met z'n allen over hebben, is echt heel cool. En als maar genoeg mensen het ook vinden, te gek. De uitkomst vind ik niet relevant eigenlijk. Het feit dat je tegen de overheid kan zeggen, wait a minute, we moeten het erover hebben met z'n allen, super cool. En ook als je niet super cool vindt, het is het enige wat we hebben tussen één keer in de vier jaar stem en dit. En dat gaan ze nu vermoorden. Dus ik ben in actie gekomen. Dus we kunnen het raadgevend referendum misschien net redden. En er is een donorwet. En nou ja, dat woord klopt niet. Want een donatie is iets wat je uit jezelf voor een ander doet. En dat hebben ze nu veranderd in de afpakwet. Dus het is nu als volgt. Ik ben voor orgaandonatie trouwens. Belangrijk, moet je allemaal doen. Maar het is nu zo geregeld, met de kleinst mogelijke meerderheid in het kabinet en in de Eerste Kamer, dat je standaard doneert. Dat is hetzelfde als je gaat naar de supermarkt, je pakt gewoon alles wat je wil hebben. Ja, heb ik gedoneerd gekregen van Albert Heijn, superlief. Dat woord donatie klopt niet meer. Dus daar moeten we het over hebben. En ik geloof dat we gisteren al genoeg handtekeningen hadden voor een inleidend verzoek voor het raadgevend referendum, met dezelfde code van Geen Pijl. En het zou maar goed kunnen dat we nog net een referendumpje hebben voordat ze hem afschaffen. Dus dat vind ik belangrijk. Dit raakt voor mij aan de thema's waar ik het over heb. Hè. Technologie, met z'n allen snel, grootschalig, zonder budget iets in beweging krijgen. Nou, leuk dat Easy dat zie. Ik dacht, ik moet ook weer verder. En toen ben ik begonnen met de Permanent Beta beweging. Heeft iemand daar ooit van gehoord, Permanent Beta? Of wel eens geweest bij een bijeenkomst? Oké, even kijken hoe ik in de tijd zit. Mooi. Ik was in een berghut in Oostenrijk, was ik een lezing aan het geven aan Nederlandse ondernemers. En ik vertelde daar een oud verhaal. Toen het hunebed klaar was, toen kwam er iemand van de grond mij, dat heet nu Sweco, een soort Arcadis Oranjewoud-achtig ingenieursbureau, bij mij in Drenthe. En die zeiden, hey Martijn, wat ga je nu doen? Toen zei ik, ja, geen idee. Toen zeiden ze, maakt niet uit, maar kom het lekker bij ons doen. Ik zeg, hoezo? Nou, dit was een ingenieursbureau dat grote dingen als een natuurtransferium, een fietspad, een dorpshuis, allemaal grote infraprojecten deed. En die hadden bedacht, als die Martijn een miljoen bij elkaar kan krijgen voor een stapel stenen, en iedereen kent in de wereld van toerisme en recreatie, dan moeten we die gewoon lekker in dat kantoor dat bij ons toch leeg staat gaan stoppen. Want als we hem daar hebben, dan gaat hij zich waarschijnlijk overal mee bemoeien. Dat klopt. En dan nodigt hij ook al zijn vriendjes uit en dan hebben wij een betere informatiepositie. Dat hadden ze goed gezien. Had ik zelf nog niet door, maar zij wel. Dus ik denk, ga maar eens kijken. En is er iemand wel eens in Assen geweest? Met de trein? Tegenover Assen heb je drie hoge torens bij het station. En in die middelste zat de grond mij toen. En toen helemaal op de bovenste etage kwam ik. En die stond leeg en die mocht ik dan hebben. En kennen jullie die serie Suits? Die advocatenserie? Nou, die hele etage, zou je niet zeggen, in Assen was helemaal Suits. Dat je denkt, oh, fantastisch meubilair, Eames en zo. Stelt een servies dat je denkt, nou, hier heeft iemand echt met geld zitten smijten. Het stond helemaal leeg, mocht ik hebben. Ik dacht, nou, wat een goed verhaal. Nou, vette parties daar georganiseerd, iedereen uitgenodigd en het pakte voor hun goed uit. Maar toen gebeurde er wat grappigs. Ik kreeg de Rabobank-directeur op bezoek die een nieuw regiokantoor aan het bouwen was. En die zei, Martijn, ja, je zit hier nu wel leuk en zo, hè? Maar wij hebben ook een nieuw kantoor. En wij hebben nog een plekje over in de directievleugel. Het is niet zo groot als hier, maar bij ons krijg je geld toe. En toen dacht ik, omgekeerde huur. Dat is een cool verhaal. Ik krijg geld toe als ik ergens kantoor wil houden. Echt ook veel, hè? 1800 euro. Toen dacht ik, kan niet waar zijn. Dus ik heb gewoon 2 jaar lang de sleutels van de bank gehad. Niet van de kluis, maar wel van de bank. Daarna trok de raad van commissarissen mij niet meer, want ik was alles op de kop aan het zetten. Begrijp ik ook. Maar ik had dus geleerd dat je niet per se geld hoeft te betalen als je een gebouw wil huren. Je kunt ook geld toekrijgen, want dat was mijn paradigma. En ik vertelde dat jaren later in de Kamer van Koophandel, of vertelde ik in een berghut in Oostenrijk, aan 2 ondernemers, Peter Ros en Jan-Henk Bouwman. En die belden mij binnen een dag, nadat ze daar geweest waren, op, gierend van het lachen. Nou Martijn,
Het werkt hoor. Goed idee, dankjewel. Ja, wat heb je gedaan dan? Die zijn naar de Kamer van Koophandel gereden in Amersfoort. En die hebben 3 functies. Handelsregister, exportbevordering en regiostimulering. Maar dat is gewoon een heel duur woord voor bijeenkomsten houden en een beetje reuring doen, een beetje netwerken, zeg maar. En die waren naar de Kamer van Koophandel directeur gegaan. Die zeiden, hey, jouw 4e verdieping staat leeg. Mogen wij die hebben, want wij kunnen dat beter dan jij. En die man die had ja gezegd. Dus ze belde hem op, van, we hebben de hele 4e verdieping van de Kamer van Koophandel Amersfoort gratis. Wat zullen we ermee gaan doen? Ja, nou, gaan we het over hebben. Kom maar langs. Eerst zijn we er blijven tukken met allemaal nerds, of geeks moet ik tegenwoordig zeggen. Slaapzakken, pizza's, 3D-printers en zo erbij. Dus ja, voor ons is nu de slaapkamer van Koophandel. En wij vinden dat een leuke grap. Gewoon slapen in de Kamer van Koophandel. Oh, noem dat kan. En toen bedachten we het volgende. Dit soort bijeenkomsten zijn eigenlijk geen goed idee. Geld uitgeven überhaupt aan kennis is geen goed idee. Op alle onderwerpen die tof zijn tegenwoordig, cryptocurrencies, drones, biohacking, is er in Nederland iemand te vinden die het niet kan laten om er 's nachts om 3 uur over te praten in een kroeg met een onbekende. Dat is echt waar. En als je die lui het podium geeft, en er luistert niet 1 iemand in de kroeg naar hem, maar een hele zaal, dat kon wel eens een heel goed idee zijn. Daar hoeven ze heus niet per se geld voor te hebben. En wij bedachten permanent beta. Wat nou als je ontwikkelingen permanent in beta-fase houdt? Als je gewoon erkent dat dingen nooit af zijn, omdat ontwikkelingen toch veel te hard gaan. In de beta-fase heb je namelijk niet echt fouten. Je ontdekt hooguit wat er nog verbeteren moet. Dus als je dingen nou permanent in beta houdt, heb je ook nooit fouten. Te gek. En toen bedachten we, we gaan bijeenkomsten organiseren, of easycratiseren, volgens een paar principes. We gebruiken meetup.com, kost $50 per jaar. We gaan er geen geld in om laten gaan, dus niemand wordt betaald. We maken 0 kosten. Half Nederland zit 's avonds leeg en overdag ook nog wel een behoorlijk deel. En als we op plekken die we gratis krijgen, iemand gaan laten vertellen over wat hij tof vindt in de driehoek kunst, technologie en wetenschap. Onder de voorwaarden is je deelt om te delen, niet omdat je iets wil krijgen. Alles moet gefilmd mogen worden. Alles moet gedeeld mogen worden online. En we doen niet aan sponsoring, want dat vinden we stom. Moet je weer een logo laten zien en zo. En een bijeenkomst gaat altijd door. Want als je €0 hoeft uit te geven aan een bijeenkomst en er komt niemand opdagen, hey, heb je onverwachts tijd in je agenda. Dat is heel waardevol tegenwoordig. En als er 1 iemand komt, is het gelukt. Maar het gaat altijd door. Dus we hebben, zeg maar, het paradigma van een geslaagd event hebben we veranderd in, als er iemand komt, dan is het geslaagd. 2 keer per jaar hebben we een permanent beta dag. En dan hebben we 50 sprekers van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. 5 sprekers per uur. Als je met €0 budget en iedereen betaalt zijn eigen koffie. En als je dan geen leuke dag hebt gehad, heb je elk uur verkeerd gekozen. Wat echt heel knap is. We zijn nu, ik denk 5 jaar verder of zo. Ik denk dat we meer dan 1000 bijeenkomsten hebben gedaan. Zonder geld, draaiboek, begroting, organisatieteam of zo. En in één keer hebben we 4.500 man in de community zitten. De hele voorhoede van de digitale voorhoede van Nederland en de sociale pioniers. Nou, die digitale voorhoede, dat is heel leuk. Die weten alles van algoritmes en knopjes en 3D-printers. Alleen, die snappen de wereld niet zo goed, want het zijn geeks. En die sociale pioniers, die zijn heel schattig en lief. En die weten ook hoe sociale innovatie werkt en hoe de zorg anders moet. Alleen, die kunnen geen knopjes. En als je die bij elkaar zet, krijg je vuurwerk. Die is helemaal uit de hand gelopen. Die doen we inmiddels ook in Kaapstad en in Johannesburg en in Teheran, waar we zitten met 400 mensen. En wat wij de hele dag aan het uitvogelen zijn is, hoe kunnen we de grote consultancy firms en IT-bedrijven in Nederland buitenspel zetten met dingen die de burgers gratis willen geven. Dus de top van Defensie, politie, ING, de digicommissaris van het Rijk, die komen dan bij ons omdat ze snappen, joh, daar moeten we zijn. Kennen jullie Bas Eenhoorn toevallig? Bas is digitocommissaris van het Rijk. Daarvoor was hij burgemeester in Alphen aan de Rijn toen die schietpartij daar was. En die had een sessie met ons. En ik denk, ja, hij wordt de hele tijd belazerd door al die IT-clubs. En we zeiden, hey Bas, neem nou dat DigiD, hè. En die post van mijnoverheid.nl. Ik wil graag als het post is van de overheid dat ik dat gewoon in mijn mailbox krijg. Dan moet ik eerst krijgen, ja, er is post. Stel je voor, je woont op het platteland en je brievenbus staat zeg maar 300 meter verder bij het pad. Hoe het nu is bij mijn overheid is dat je elke keer helemaal naar die brievenbus toe moet om te kijken of er ook post in zit. En dan moet je weer terug. Dat is toch niet zo handig? Kun je dat niet even doorsturen? Zeg Bas, ja, heb ik laten uitzoeken? Dat kan niet. Het is veel te ingewikkeld en veel te duur. Duurt heel lang, kost heel veel geld. Toen zei Joost, een van onze nerds, die zei, niet eens. Want dit had ik al ontdekt, dat dit niet werkte. Ik heb even een stukje code geschreven en dan krijg ik de mail gewoon wel in mijn mailbox. En de code staat op GitHub, dus als jij dat ook wil, klik, klaar.
Het is een heel leuk spelletje. De hele tijd tegen al die lui bij de overheid uitleggen. En grote organisaties. Van joh, geef nog geen geld uit aan dingen die je gratis kan krijgen. Voor mensen die het tof vinden om te helpen. Nou, dat is permanent beta. En daar kreeg ik zoveel inspiratie van en zoveel content van. Dat ik er een boek omheen gebouwd heb. En dat is nooit af geworden. Nooit af. Nooit af is tweede geworden bij managementboek van het jaar. Terwijl het meer een filosofisch boek is. En het gaat over een heldere, hoopvolle kijk op de veranderende wereld. Het gaat vooral over het einde van organisaties en de impact van de convergentie van exponentiële technologieën. Want er is wat grappigs aan de hand in de wereld van technologie. We hebben niet alleen een kloof tussen de politiek-bestuurlijke werkelijkheid en de maatschappelijk-technologische werkelijkheid. Er is nog wat aan de hand. OR, HR, board, managementteam, directie denken allemaal dat tech bij de afdeling IT hoort. En als je mazzel hebt, heb je een CIO, maar dat is meer om de CFO rustig te houden. De afdeling IT gaat over beveiliging, backups, privacy, nog wat van die dingetjes en e-mailaccounts. En het hele domein daartussen wordt door geen van twee velden gezien of geowned. En dat veld is volgens mij ervoor aan het zorgen dat we einde oefening gaan zien in een hele korte tijd van grote organisaties. Omdat ze te dom, te duur, te traag, te log en niet lief zijn. Op dit moment is er niet één technologie heel snel in de ontwikkeling, het zijn een stuk of 30, 40. Biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, sensortechnologie, robotica, domotica, fotonica, cryptocurrencies, de blockchain, robots, cobots, artificial intelligence, machine learning, deep learning, predictive intelligence, 3D-printing, 4D-printing, DNA-sequencering, open source, open data, big data, open hardware, de maker-move, de do-it-yourself-beweging en sociale zwermen, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat en Instagram. Die zijn allemaal tegelijkertijd aan de hand. Op de plekken waar ik kom, over de hele wereld, kom ik lui tegen die zeggen, ja, maar wij doen al big data, hoor. Volstrekt niet relevant. Waar het over gaat is dat als al die technologie tussen nu en 5 jaar in handen is van 5 miljard mensen op deze planeet, mensen zonder budget, maar ook met heel veel budget, amateurs en experts, dan gaan dingen snoeihard bewegen. Wat nou als elk vraagstuk op deze planeet in de kern gewoon een puzzel is? Hoe los je puzzels op? Met puzzelstukjes en puzzelaars. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn er zoveel puzzelstukjes en puzzelaars met elkaar verbonden geweest. En elke opgeloste puzzel vormt weer het beginstukje van een nieuwe puzzel. Dus we gaan in een soort versnelling die we nog nooit eerder gezien hebben in de geschiedenis van de mensheid. Ik zie tussen nu en 10 jaar geen toekomst voor banken, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, energiegiganten, accountancy firms, advocatenkantoren die bezig zijn met ondernemingsrecht en nog een heel zwikkie meer. We hebben nog nooit eerder gezien dat complete branches niet meer hoeven te bestaan. Als ik uit al die technologieën er maar 3 neem. Fotonica, die ervoor zorgt dat je de internetverbinding tussen nu een jaartje of 10.000 keer sneller wordt. 5G, nou weet je allemaal. En wat hebben we nog meer? Computerrekenkracht, 1 miljoen keer zo snel binnen 10 jaar. Ongeveer gratis in handen van 5 miljard mensen. Holy fuck. Alleen die 3 samen al zorgen voor eindeoefening van accountancy firms. Want ja, financiële regeltjes inboeken en analyseren, ja, dat gaat dan real-time. Daar heb je echt geen accountant meer voor nodig. Dus die heb je gewoon niet meer nodig. Wie van jullie heeft Pokémon Go gespeeld? Wie speelt er nog steeds? Pokémon Go, echt zo onderschat. 750 miljoen mensen die binnen 3 maanden iets nieuws omarmen in het veld van technologie, hebben we nog nooit eerder gezien. En nog steeds spelen dagelijks 100 miljoen mensen Pokémon Go. Een gemiddelde Pokémon Go-speler loopt tussen de 2 en de 8.000 stappen per dag extra. In de open lucht. En als het niet regent, krijgen ze zonlicht binnen, extra vitamine D. Jammer voor de farmaceuten, goed voor ons. Het is op afstand het meest geslaagde anti-obesitas-programma op de planeet. En de grote doorbraak van AR. Alle techfiguren die ik volg roepen dat AR binnen nu en een paar jaar meer impact gaat hebben op de wereld dan de hele impact van een smartphone heeft gedaan in 10 jaar tijd. Ik geloof dat. Wie heeft Pokémon Go überhaupt in actie gezien? Ja, de grap is, de meeste mensen waar ik voor spreek niet. En hier zitten wat meer geeks. Maar de grap is, in die telefoons zit een gyroscoop. En een gyroscoop is een sensor die de positie weet ten opzichte van de aarde. Dus als ik dit doe, dan weet die gyroscoop dat ik dit aan het doen ben. Als je een chipset op loslaat, een grafische set, een dataset, GPS, GSM en wat van die grappen, dan krijg je het volgende effect. Ik kijk naar jullie door de camera, niks aan de hand. En denk ik, zit er bij jou een Pikachu op schoot? Ik denk, die heb ik nog niet. Het ziet er heel overtuigend uit. Dan denk ik, nou, gauw vangen. Ja, heb ik weer punten, jullie weer veilig.
Dit is niet relevant. Maar wat wel relevant is dat 750 miljoen jonge mensen die ervaring hebben gehad. Wie van jullie staat op het punt zijn huis opnieuw in te richten? Ja, heb je toevallig ook nog een hernia? Gelukkig, dat is een hele vervelende combi. Apple heeft afgelopen september het grootste AR-ontwikkelplatform ter wereld aangekondigd. De markt voor app-ontwikkelaars van Apple is groter dan de omzet van McDonald's. Lijkt me een goede zaak trouwens. En de nieuwe iPhones en iPads zijn helemaal geschikt gemaakt voor AR. Dus wat heeft IKEA gedaan? Stel je wil je huis opnieuw inrichten en je kijkt naar je kamer en je ziet daar dat spuuglelijke tafeltje van je ex. Die is zo lelijk dat ze hem niet wel hebben, daarom staat hij er nog. En in plaats dat je gaat sjouwen, pak je je app en dan pak je je vinger en poef, tafeltje weg. Hij staat er nog, maar hij is weg. Dan doe je, hey Siri, spraakherkenning, ik moet een nieuw tafeltje. Dan haalt hij uit de database alleen de tafeltjes die daar passen, omdat hij helemaal kan uitrekenen hoeveel centimeter dat is. Dan ga je swipen, net als Tinder. Nee, ja. En dan hup, betaal je hem en dan kijk je nog eens en denk, ja, veel beter, maar dan moet die bank ook weg. Poef, bank weg, nieuwe bank erin. Dit is er al. Dit is geen science fiction. Je kunt erop wachten dat er een paar slimmerikken voor ongeveer elk domein wat je kan bedenken iets slims gaan verzinnen. En toen vertelde ik het verhaal van een zaal met elektromonteurs. En die keken me echt een beetje meewarig aan van flikker op met je Pokémon Go. Hoezo, who cares, wij doen meterkasten. Toen zei ik, wacht even. Je hebt maar één iemand nodig die de 20 meest voorkomende meterkasten even in een appje zet met AR. Het licht valt uit in mijn huis, of de stroom valt uit, of er gebeurt iets. En ik loop als leek met mijn telefoon naar die meterkast. Ik doe de app aan, hij herkent via AR automatisch welke meterkast het is. Dat kan je gewoon zien. Vervolgens zie ik die meterkast voor mijn neus en hij registreert via de camera dat lampje rood is. Waardoor er een pijl komt te staan bij dat knopje. Je moet nu dit doen. En alle denkbare schemaatjes die je kunt hebben ongeveer, kan hij voor mij emuleren en regelen. Je hebt maar één rotjochie van 15 nodig die dit snapt. Bye bye, meeste elektromonteurs. Dus de geest is uit de fles, die gaat niet terug. En ik denk echt dat als dit zeg maar de komende paar jaar doorgaat, en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat niet zo is, dan zie ik gewoon geen toekomst voor de meeste van alle grote organisaties. En volgens mij is het een zegen op mensheidniveau. Een uitdaging op systeemniveau. Maar ja, volgens mij leven we dus nu in een, dat was ook de titel van de talk, in een soort nieuwe renaissance. We hebben gezien in vorige renaissance, die begon in Florence, zag je in één keer, omdat de kerk tijdelijk niet zoveel macht had daar, gaat altijd over macht, dat ze in één keer in Florence allemaal disciplines, stromingen, filosofische, religieuze, wetenschappelijke stromingen kwamen samen. En ja, de beste oplossing in een vakgebied komt altijd uit een ander vakgebied. Dus dat ging in één keer heel snel. En daar hebben we heel veel aan gehad. En toen kwam er voor Nederland voor het eerst en ook voor het laatst trouwens een gouden eeuw. En volgens mij staan we aan de vooravond, zitten we een beetje er al in een nieuwe renaissance. We hebben nog nooit zo'n enorme convergentie gehad van vakgebieden, stromingen, inzichten. Waarmee een eenling zonder resources, via bijvoorbeeld de bibliotheek, dingen voor elkaar kan boksen zonder geld. En volgens mij is dat hartstikke geweldig en hebben we als Nederland een voordeel. Want in Nederland zijn we dicht bevolkt. De interconnectiviteit is hoog. We zijn zo goed in samenwerken dat het in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk anders heette. Zo heette dat collaboreren. We zijn early adapters van nieuwe technologie en de machtsafstand in Nederland is laag. Waardoor je gewoon klootzak kan zeggen tegen minister. Dat is niet netjes, maar even, dat is handig dat we niet zo'n hiërarchisch ingesteld land zijn. Want dat gaat helemaal mis in Duitsland. Dus ik denk dat wij goede papieren hebben als Nederland om ons voordeel te doen met die nieuwe renaissance. Dat er misschien wel een nieuwe gouden eeuw aankomt. Oké, nou hier kan ik een sessie over praten, maar de tijd is ongeveer op. Wat leuk dat jullie hier naartoe kwamen, niet naar een andere sessie gingen. Mijn boeken, Ook Nooit Af, kun je gratis downloaden. En ik geloof dat ik nog een paar vragen mocht doen en zo, als je dat leuk vindt. En zullen we dan doen dat ik even goed luister wat de vraag is? Ik heb hem herhaald door de microfoon, dat scheelt me heen en weer rennen. Maar dan eens tegelijk, dat is handig. Hoi. Als allemaal slimme mensen die dingen leuk vinden, alles voor niks gaan doen. Ja. Ja, als alle mensen dingen voor niks gaan doen, waar gaan de mensen dan van leven? Nou, ik zeg nergens dat slimme mensen alles voor niks gaan doen. En ik geloof trouwens niet in voor niks, hooguit niet voor geld. Wikipedia is een... dat is wel leuk. Ons systeem waar alles op drijft is de economie. En dat is de wetenschap die de uitwisseling van schaarse zaken bestudeert. Maar er zijn twee dingen aan de hand waar een econoom nu niet meer uit de voeten kan. De eerste is digitalisering en overvloed, want het past niet in het model. En de tweede is altruïsme. En altruïsme was nooit een probleem voor een econoom. Een econoom zegt altruïsme, mensen die elkaar helpen. Geen idee waarom je dat zou doen, past niet in mijn model. Leuk, who cares. Maar Wikipedia, ik kom zo bij je punt, is decentraal technologisch gefaciliteerd altruïsme. Een paar honderdduizend mensen die in een zwerm samenwerken voor een andere reden dan een direct financieel gewin. En die Encyclopedia Britannica overbodig maken.
Volgens mij is het altijd een goed idee. Als je iets zonder geld kan doen, dan heb je tijd over en geld over om weer andere dingen te doen. Dus ik zie niet dat mensen massaal alles gratis gaan doen. Dat zeg ik ook niet. Maar je hebt er maar eentje nodig. En dan gaat het wel hard. Volgens mij, als we miljarden uitgeven van dingen die we gratis kunnen krijgen, kunnen we dat geld gebruiken voor slimmere dingetjes. Ik denk dat er nog iets ergers aan de hand is, en dat komt over een jaartje of 10 wel. Namelijk dat de hele rol van geld gaat veranderen. Want wie van jullie koopt nog voor 60 euro per maand 2 cd'tjes? Nee, hè? En wie is er gestopt met een dvd-collectie aanleggen? Ja, heel verstandig. Dus wat eronder ligt is dat bijna alles om ons heen is goedkoper of gratis aan het worden. In de goedkoopste smartphones van 35 euro zit het equivalent van 900.000 euro aan apparaat als je die 15 jaar geleden had moeten kopen. Dat betekent dat de armste mensen in de bijstand spullen in huis hebben die wij 15 jaar geleden niet eens konden betalen. Yo, what the fuck. Zie je niet terug in de economische cijfers, want dat past daar niet in die modellen, maar het is wel aan de hand. Dus het democratiseert als een gek. Als je kijkt naar de basics, eten, drinken, zorg, wonen, nog wat van die dingetjes. Veel van die dingen kunnen vele malen goedkoper. Alleen vastgoed moeten we zien te hacken, want dat gaat helemaal mis. Hoezo kun je als je op Google intikt 3D-print huis Russia, zie je een 3D-geprint huis in Rusland, 2 jaar geleden, voor $10.000... in 1 dag geprint bij min 30. En een huis dat circulair is, dus duurzaam is, circulair. En zo leuk is dat de meesten van ons daar heus wel zouden willen wonen. Dat je denkt, nou, wat een leuk huis. Nou, even het patroon is, alles wat digitaal kan worden, zal digitaal worden. En alles wat materieel blijft, wordt kleiner, sneller, beter, mooier, nauwkeuriger, goedkoper, richting de gratis grens en circulair. Dus dat huis zal over een paar jaar $2,000-3,000 kosten om te printen. En dan gaat het 40 jaar mee. Dus er gaat ergens iets mis in ons systeem. Maar als ik zie hoeveel wij uitgeven aan wonen, dat moeten we hacken. Dat moet wel haast maffia zijn met vastgoed en banken en overheid. Want dat kan heus anders. Terug naar Jan Punt. Waar gaan we dan van leven? Nou, we moeten even niet gaan denken in geld, maar in resources. Stel, zitten hier zware bioscoopfans in de zaal? Is er iemand die heel vaak naar de bioscoop gaat? Okay. Stel nou, dat je 1 dag in de maand, dat je 20 dagen per maand werkt, en 1 dag per maand werk je eigenlijk voor je bioscoopbezoek. Dat vind je zo leuk dat je denkt, nou, die ene dag. Het oude paradigma is dat je dat geld nodig hebt, anders kun je niet naar de bioscoop en dat vind je zo leuk. Maar wat nou als jij met jouw skills even paté helpt en je kan onbeperkt gratis naar de bioscoop? Netto ben je even goed uit en je hebt een hoop lol gehad. Dus er zijn heel veel dingen die, als je het op de goede plek doet, ook op een andere manier kan krijgen. En ik denk dat dat een oplossingsrichting is voor dit vraagstuk. Nog een vraag. Wacht even, we doen eerst even een andere, kom ik bij jou terug. Een vervolgvraag. Heel slim. Hij is echt heel slim. Wat je beschrijft is, zeg maar, ruilhandel dus. Nou, en daar hebben we, zeg maar, dat is al een tijdje geleden, hebben we daar iets voor bedacht, omdat dat toch niet zo handig bleek. Dat heet geld. Ja, dat klopt. Alleen de dynamiek van geld is dat als je het niet meer hebt, dat je moet stoppen. En als je het niet hebt, dat je niet kan beginnen. En dat stukje is niet langer waar, om redenen die ik net daarvoor heb uitgelegd. Dus ik ben niet tegen geld. Het is een geweldige uitvinding. Je kunt het overal voor gebruiken. Het is licht, iedereen wil het hebben. Maar het is niet langer de enige oplossing om snel iets in beweging te krijgen. En als ik... ik heb bij de gemeente Haarlem geregeld. Ik woon in Haarlem, maar ik betaal geen belasting meer, heb ik geregeld. Wat een onzin dat ik 400 euro belasting betaal. Dat ze dan bij iedereen geld gaan ophalen. Dat kost ook nog een hoop geld. Gaan ze de gemeenteraad vragen, wat zullen we met dat geld doen? Dat zijn niet de slimste. En dan volgens huren ze collega's spreken Ajit Bakas in, een goede vriend trouwens, maar die geeft dan 7000 euro om te vertellen wat er over 5 jaar gaat gebeuren. Terwijl ik daar woon. Dus als ze mij even gebeld hadden met, joh Martijn, leg even uit. Oh, wat leuk, ik woon hier, mag ik helpen? En als ze dan zeggen, hoeveel wil je hebben? Dan zeg ik, nou, laat maar zitten. Dat zij dan zeggen, oh, dan hoef je ook geen belasting te betalen. Iedereen wint. Nou, dat is nu in feite gebeurd. Dat mag technisch trouwens niet, maar ze mogen wel het bedrag een week van tevoren op je rekening storten. Dus dat heb ik geregeld. Maar terug naar mijn punt. Volgens mij moeten we toen naar hybride systemen. En ruilhandel, kan hoog en laag springen. Maar wat voor de een heel waardevol is, is voor de ander helemaal niks waard. Dus voor hem is die ene dag onbeperkt, de hele tijd onbeperkt naar de bioscoop op een voorkeursplek meer waard dan voor hem. Dus wat voor de een heel waardevol is, voor de ander waardeloos. Ik vind het belachelijk dat de KLM mij geld rekent om te vliegen. Als een uurtje, zeg maar, terwijl ik in het vliegtuig zit met me praten, kan ik ze gewoon meer besparen dan de kosten van die hele vlucht. Punt dat ik wil maken, elk bedrijf geeft geld uit aan dingen, ook overheid, aan dingen die je gratis kan krijgen van je burger of je klant. Nou, dat is gewoon een dom idee als je dat niet doet.